Welkom bij het RTLZ Beursspel. Hier kun je leren beleggen. Je krijgt van ons 100.000 euro. Wel fictief natuurlijk. En daarmee kan je aan de slag op de beurs. En haal jij het meeste rendement van iedereen, dan win je een geheel verzorgde reis naar New York. En in deze uitzending gaan we kijken hoe het op de beurs gaat. Want is het nu wel het moment om aandelen te kopen? En wat vindt Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, eigenlijk van de huidige aandelenmarkt? Nou, daarover praten we zo meteen ook met beurscommentator Dirk Veenstra. En dat doen we live vanaf Beursplein 5. En hier in de studio, ja, je bent er weer, hè? Ik zag je gisteren nog. Jim Theopoering van ProBeleggen, welkom weer. Dank je. Het nieuws van de hele week, wat was dat volgens jou? Ja, dat is ook eigenlijk nieuws van de hele week. Want het is niet dat er ergens bij een bedrijf iets is gebeurd, maar dat de beurs in brede zin, en dan het bijzondere over de technologiefondsen, gedaald zijn. En dit is toch wel een stevige daling die we al een tijdje niet meer hebben gezien. Een paar maanden terug stonden we in de AEX nog 576. Nou, tijdens het beursspel nog boven de 550. Ja, en gewoon tot onder 520 gedaald nu. Dus de daling, dat is het nieuws. Ja, was echt wel flink schrikken. Allemaal veroorzaakt door de oplopende rente in de VS? Nou, waar we met z'n allen een handje van hebben, is dan als iets daalt een oorzaak te gaan zoeken. En soms is er ook echt iets aan de hand, hè, dat je structureel dalende koersen krijgt. Zoals bijvoorbeeld 10 jaar terug, wat begon met de hypothekencrisis. En uiteindelijk een kredietcrisis werd. Ja. Nou, dat is hier niet het geval. Want er wordt nu wel gezegd van ja, de rente die loopt op. En dat is ook zo, dat was al aan de gang. Maar dat lijkt meer een trigger, waardoor er verkopers actief zijn geworden. En het lijkt meer een soort van paniek, want echt fundamenteel is er niet iets veranderd. Nee, toch gek dat daar dan plotseling wel op gereageerd wordt, hè? Terwijl dat al iets langer gaande was. Hoewel, de renteniveaus kwamen natuurlijk wel vrij hoog. Maar dat is dus eigenlijk niet aan te geven wanneer dat dan wel een groot effect heeft. Nee, want dit lijkt meer een stukje marktwerking. Als jij aandelen ASML hebt en die staan 180 en je kijkt en ze staan ineens 150 en je bent bijna 20% armer. Ja, dan is er ook een groep mensen die denkt liever 150 euro in mijn hand dan in aandelen ASML. Dus ik verkoop ze ook. Ja. Nieuw in deze serie van het Beursspel is een speciale competitie voor leerlingen, scholen en studenten. En deze keer kijken we mee met de studenten van beleggingsstudieclub Duitenberg van de Universiteit Twente. Onze verslaggever Lisa Roggeveen die trok naar Enschede en ze maakte daar een portret van de studentenbeleggers. Ik ben Harm. Ik ben David. Ik ben Liewe. Ik ben Daan. En ik ben Jorrit en wij zijn Duitenberg en wij doen mee het RTL Beursspel. Duitenberg is een beleggingsstudieclub van plusminus 200 leden voor alle studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion en alle andere geïnteresseerden. Wij zijn een vereniging die gefocust is op alle educatieaspecten van het investen en de finance markt. Wij hebben een aantal sponsors in verschillende sectoren. Onze grote hoofdsponsor is Flow Traders. En dan hebben we nog een Rembrandt fusies en overnames. Waar wij in-house dagen hebben waar wij deze bedrijven bezoeken. Hun lectures geven aan ons. En waar wij een sponsorgeld hebben om onze leden en onze activiteiten te kunnen bekostigen. Het doel is eigenlijk om in een maand tijd zoveel mogelijk rendement te halen tegen oneindig veel mensen met nul risico. Dus onze strategie is echt heel anders dan wat we normaal doen. We moeten dus al ingaan op sprinters, willen we winnen. En we willen winnen. We hebben even wat onderzoek gedaan naar hoeveel rendement we daarvoor zouden moeten halen. En om dat te doen moeten we enorm veel risico's nemen. Laten we hopen dat het goed uitpakt. Wat voor soort producten gaan jullie kijken? Vooral aandelen, want aandelen hebben een hogere fluctuatie dan bijvoorbeeld grondstoffen of ETF's. En hoe schat je jullie kansen in? Ik heb gesproken met een paar andere verenigingen. Nou, die weten ook duidelijk wat ze doen. Ik denk dat de beste mogen winnen. Maar ik denk wel dat wij een kans maken. Ja, ik zie ze helaas nog niet in de top 20 staan. De mensen van Duitenberg. Maar denk je, om het beursspel te winnen, moet je inderdaad all-in gaan met sprinters, zoals zij zeggen?
Ja, daar hebben ze echt wel gelijk in. Je moet veel risico nemen om jezelf in de top 5 te nestelen. Hè. Als je nu al ziet dat er mensen zijn die 200% rendement maken. Ja, dat kan alleen maar door heel gecentreerd te beleggen. En met een hoge hefboom. Wat overigens wel heel goed is. Dit zijn allemaal, hè, om maar even zo te zeggen, nog jonge jongens. Hier al in een zeer vroeg stadium mee beginnen. En je al bekwamen in deze materie. Nou, daar is het beursspel heel geschikt voor. Maar ook als zij zouden zeggen, ik ga elke maand 100 euro beleggen. Ja, als je 55 bent, dan is dat echt al een groot. Ja, precies. Dan profiteer je van dat rente op rente. Nog één ding wat ik ook wel leuk vond wat ze zeiden, was dat zij ook bedrijven bezoeken. Ja. Word je daar echt een betere belegger van? Dan heb ik het even niet over spel, maar over echt beleggen. Ja, daar geloof ik zelf ook in. Dat doen wij ook overigens. Omdat je dan een beeld krijgt bij hoe draait het in bij de onderneming? Waar wil het management naartoe? Is het management echt betrokken, bevlogen? Dus je krijgt een iets beter beeld van de onderneming dan wanneer je alleen naar de cijfers kijkt. En ik vond het overigens ook leuk om te horen dat ze bijvoorbeeld wel bij Flowtrader zijn geweest en dat die ook sponsor is en dat die daar misschien wel eens mensen vandaan hebben gehad. Nou, en Flowtrader is natuurlijk een van de aandelen die nu heel hard profiteren. Ja, wil je de studenten volgen? Ga dan nu naar rtlz.nl. Daar hebben we nog veel meer video's en artikelen. En wil jij nou ook meedoen met je school of je opleiding? Stuur ons dan een mail. beurs@rtl.nl. Dan komen we misschien wel bij jullie langs. Ja, in het beursspel speel je natuurlijk met fictief geld en kun je heel wat risico nemen. Maar hoe ga je nou te werk als je met echt geld, met je eigen geld, wilt gaan beleggen? Dat gaan we nu horen van Jim en ook van onze beurscommentator, Dirk Veenstra. Dirk, welkom. Hallo Janneke. Ja, heren, jullie hebben 4 minuten om het eens aan mij uit te leggen. Is dit het ultieme instapmoment? Ja, wat ultiem is, laat ik de spits maar even afbijten, Jim en Janneke. Is het even de vraag. Het kan natuurlijk volgende week altijd nog erger gaan misschien wel. Maar goed, je ziet op momenten dat dat de beurs in beweging is, ja, dan zijn er kansen. En dan zijn er kansen te over, zou je kunnen zeggen, om als je van mening bent dat een aandeel goed is, dat een bedrijf goed presteert, om het op het goedkoper te kunnen kopen dan bijvoorbeeld vorige week. Nou, dat zie je bijvoorbeeld terug in het sentimentsindex, ja, als een soort de volatiliteitsindex is een mooie meter. Kijk eens even naar deze grafiek. Dit is de volatiliteitsindex van zowel de AIX als die van de Amerikaanse beurs, de S&P 500. En dan zie je dat die toch even een tikje omhoog gekregen heeft, maar nog niet zo hoog staat of stond als in februari. Dat was het moment dat er nog grotere paniek was. En misschien ook wel de grootste bodems bereikt werden. Het is een moment van overtuigd durven zijn van je mening, je keuze voor een bepaalde investering. En die misschien wel vasthouden of misschien wel toevoegen zelfs in tijden zoals dit. Want wat ik zei, de aandelen zijn goedkoper dan vorige week. Ja, maar zo'n volatility index die schiet natuurlijk niet voor niets omhoog. Hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken met paniek. Jim, denk jij dat dat snel zal wegebben? Nou, dat is altijd lastig natuurlijk, want paniek kan wel even aanhouden. Eén ding is wel echt waar, dat zie je ook terug in de grafiek, dat juist die paniekmomenten uiteindelijk vaak de beste momenten zijn om te starten of bij te kopen. En dat is moeilijk ook met beleggen. Hè. Je moet iets doen wat compleet tegen je gevoel ingaat. Want als het allemaal rustig voortkabbelt en hoog staat, denkt iedereen dat de beurs veilig is. Nou, schijn bedriegt. Nu is de gemiddelde belegger bang. Maar dat zijn de momenten waarop je moet kijken naar de cijfers. En het moeilijkste doen wat er is, wel kopen in periode van angst. Ja, dan heb je dus wel echt een hele sterke maag voor nodig om dat nu te doen, lijkt mij. Want sentiment is toch wat anders op het ogenblik. Dirk, zou jij het aandurven om nu weer bij te gaan kopen? Ja, als mens niet, want ik ben net zo bang als iedereen. Maar als belegger misschien wel, want je weet uit ervaring dat het inderdaad, hè, als je nog steeds van mening bent dat het goed gaat met de economie en dat het helemaal niet zo veel slechter zal gaan in de toekomst even, dan is het gewoon niks aan de hand. Dan moet je gewoon op zijn minst blijven zitten en misschien als je inderdaad heel veel lef hebt, bijkopen. Maar goed, dat is het lastige van beleggen en dat is het leuke van het beursspel, dat je met, laten we zeggen, effectief geld kunt gaan proberen hoe dat werkt. Maar beleggen is nou eenmaal, dat heeft de ervaring van de afgelopen honderden jaren geleerd. Als je stil blijft zitten, komt dat zelf goed. Ja. Onze collega Roland Koopman die heeft laatst een gesprek gehad met Klaus Knot, de president van de Nederlandse Bank. En hij vroeg hem of dit nou een mooi instapmoment was voor aandelen. Aandelenwaarderingen zijn bijvoorbeeld op dit moment ook behoorlijk hoog. En als de leencondities verkrappen in de wereld, dat zal ook tot koerscorrecties op de aandelenmarkt kunnen leiden. Vindt u aandelen duur? Ja, dat hangt vanaf van de verschillende markten. Het is niet mijn taak om beleggingsadvies enzovoort te geven. Maar ik constateer wel dat bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelenmarkt inmiddels bezig is aan de langste hoos uit zijn geschiedenis. En dat daar wel record na record wordt gebroken inmiddels. En dan
kun je bijna wachten op het einde van die hoos? Nou, daar komt ooit een keer een einde aan. Dat is duidelijk, zoals elke hoos in het verleden ooit geëindigd is. En vaak eindigen aandelenhoses inderdaad als leencondities verkrappen. Dirk, zien wij hier nu het einde van die hoos? Ja, dat is een hele goede vraag. Het antwoord is wat lastiger, kan ik je verzekeren. Je zou het misschien wel durven verkondigen, maar het is heel lastig om te zeggen. Want ja, het is nog steeds niet dat er echt een heel groot alternatief is voor aandelen. De economie blijft voorlopig waarschijnlijk nog best aardig doorsputteren. Ook al zijn er bedreigingen zoals Brexit of die handelsoorlog. Ja, en wat moet je dan met je geld naartoe? Gaat die correctie dan daarna door naar beneden? En is dat dan terecht of niet? Heel lastig om te beantwoorden. Ik denk dat we best even opnieuw door kunnen gaan. Zometeen beginnen ook die kwartaalcijfers. En die zullen ongetwijfeld goed zijn. Ja, Jim, moeten we die kwartaalcijfers dan eerst even afwachten? Voordat je begint met bijkopen? Of moet je nu echt meteen aan de slag? Of? Wat mij betreft is nu een beter moment. En overigens vind ik het ook best bijzonder dat Klaas Knot zich zo uitspreekt over die aandelenmarkt en het duur noemt. Voor de VS geldt dat misschien wel wat meer. Maar in Europa valt het ook nog wel mee. Zeker als je kijkt naar dividendrendementen. Dus ik vind het eigenlijk best een bijzondere uitspraak. Ja, ik probeer het nog te nuanceren. Maar, deed hij goed, ja. Jim en Dirk, dank jullie wel. En iedereen thuis, heel veel succes met beleggen. Aanmelden, dat kan nog steeds, gratis, rtlz.nl/beursspel. Heel veel succes, dag en tot volgende week hier op RTLZ. Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.